30 motherfucking 1000 subs. Dat is niet 30, dat is niet 300, dat is niet 3000. Nee, dat is 30 motherfucking 1000. Wow. En zoals ik had beloofd, gaan wij voor die 30.000 subs de grootste, speciaalste, mijn grootste geheimen Q&A doen. Ik heb 10 vragen uitgekozen van de 2000 vragen die jullie hadden gesteld. Dat is fucked up. Het was fucked up om vragen te zoeken. Fucking veel keer dezelfde vragen. Maar oké, ik heb er 10 uitgekozen. De 10 vragen die ik volgens mij het leukste kan beantwoorden. Dus, ja. Ja, laten we beginnen. Ja. Ik heb hier het Q&A boek waarin alle 10 de vragen opgeschreven staan. Ik gebruik geen telefoon, want ik heb geen telefoon. En ik heb hier ook wat drinken. Gewoon omdat als ik dorst heb, dat ik ervan kan drinken. Dus, ja. Zeker een duimpje omhoog. Zeker een duimpje omhoog. Gewoon liken en ja, het zou cool zijn. Oké. Okay. Ik ben Acid. En ik zou zeggen, let's fucking go. Yo, YouTube Acid hier met vandaag dus een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag is het mijn grootste geheime Q&A 30.000 sub special. Ik ben super hyped om deze video te maken. Super hyped om jullie vragen te beantwoorden. En daar gaan wij ook meteen aan beginnen. Ik ga jullie niet langer laten wachten. En vraag nummer 1 kwam van een randompje random. En die heeft een hele pittige, doordachte vraag. Die vraagt: werd je ooit gepest omdat je vader op mannen viel? Voor mensen die niet weten, mijn papa is homo. Wat? Ja. Mijn papa niet op een vrouw valt, maar dus op een andere man. Dus mijn papa was homo. Mijn papa is weggegaan van mijn mama en hij was homo. In het begin was dat een enorm mysterie voor mij, omdat ik er niks van begreep. En ik vond het allemaal heel raar dat mijn mama alleen was en mijn papa samen was met een andere man. Ik zat in het eerste leerjaar en ik vond het heel eng. En ik snapte er eigenlijk niks van, maar toch vond ik het eng. En in het tweede leerjaar begon ik het wat meer te snappen en ik schaamde me er enorm voor. Ik wou dat niemand het wist, want ik dacht als iemand het weten ging komen dat ik uitgelachen ging worden. Dat mensen gingen zeggen, je papa is homo, het zit in je bloed, jij bent ook homo. Die opmerking wordt wel eens gemaakt. En natuurlijk kan ik daar nooit iets op terugzeggen, want ja, wat kan je daarop terugzeggen? Buiten dat homo zijn, jij je bloed zit, maar oké. Okay. In het tweede leerjaar schaamde het me heel erg voor dat mensen het te weten gingen komen en dat mensen mij ermee gingen uitlachen. Dat is gelukkig nooit gebeurd, want eigenlijk wist iedereen op de een of andere manier al dat mijn papa homo was en hebben ze er nooit iets van gezegd. Natuurlijk zijn er soms dingen die je meemaakt waardoor ik wel in associatie kom met dat mijn papa homo is. En dat mensen wel eens een domme opmerking maken van, hey, je papa is homo, jij ook, zo dingen. En meestal negeer ik ze gewoon. Maar echt gepest ben ik er nooit aan mee geweest. Niet dat ik heb zitten huilen op mijn kamer of zo. Ik heb er hele lange tijd voor geschaamd. Maar nu heb ik me bij neergelegd en het is gewoon zo. Dus ja, let's go. De tweede vraag is van een randompje random. En die vraagt, ben jij een tieten of een kontjesman? Natuurlijk is het moeilijk, want ik zou ze alle twee gewoon willen. En alle twee is gewoon fucking chill. Maar als ik een keuze moet maken, dan ga ik toch ja, de volgende vraag is, heb je ooit drugs gebruikt? Deze vraag is heel speciaal, want zoals ik al zei, het is mijn grootste geheimen video. En daarom zijn het ook echt mijn grootste geheimen. Ik weet niet of jullie het nog weten, maar ik heb ooit eens een video gemaakt van mijn eerste keer dronken. En die avond is helemaal misgegaan. Wel, er is een video gemaakt van mij die avond. Die video gaan jullie zo meteen ook zien. Maar eerst mijn korte antwoord op de vraag. Ik heb nog nooit echt drugs gebruikt. Het is te zien wat je als drugs ziet, maar ik heb nog nooit echt drugs gebruikt. 1 of 2 keer marihuana gedaan. Zeg het nu eerlijk tegen jullie. Je kan nu weggaan en zeggen dat ik junk ben of zo. Ik geef dat eerlijk toe aan jullie. Ik heb 2 keer marihuana gedaan. En 1 keer was gewoon random. Op een random plek. Gewoon random. En de 2e keer was op het feestje. En ik zeg het jullie, combineer nooit drank en drugs. Doe nooit drugs. Je mag een keer drinken, maar drink met verstand alsjeblieft. Als je drank en drugs gaat combineren, ja, dan gebeurt dit. Dat dan. Hey, Atta, is dat je nieuwe intro? Wat? Kom aan, Atta, sta recht. Ja. Ik schaam hier ook enorm voor. Dit is waarschijnlijk een van de meest schaamtelijke momenten in mijn leven. Maar oké, ja, je moet uit je lessen leren. En gelukkig is er niks slecht gebeurd met mij die avond. En zit ik hier gewoon nog. Dus, alles is in orde. De volgende vraag is een hele droge vraag die ik erg veel heb zien terugkomen in de chat. En dat is, wat is de raarste plek waar je ooit hebt gemasturbeerd? Ja, het is mijn grootste geheimen video. Dus ik moet dat wel zeggen. Ik denk dat de raarste plek was op de trein. Ja, op de trein.
Het is echt fucked up. Als ik er nu zo aan denk, dan heb ik gewoon op het openbaar vervoer gefapt. Hopelijk hangen er daar geen camera's. Oké. Ja, waarom vertel ik deze dingen? Let's go! Volgende vraag is... Hoe oud was je toen je voor het allereerst je balhaar geschoren hebt? Dat is een heel leuk verhaal en daarom heb ik die ook gekozen om hem in een video te doen. Normaal zou je zeggen... Hey, is toch gewoon een vraag? Ja, nee, dit is wel funny. Ik was, denk ik, 12 jaar of zo. Ik zat in het eerste of tweede middelbaar, ik weet het niet meer zeker. En ik kreeg daar beneden dus al redelijk wat haar. En ik vond het eng. En ik vond het raar. En ik vond het fucked. En... ik dacht bij mezelf van, ja, fuck dat, dat moet er af. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb gewoon een schaar genomen, gewoon een schaar die in de keuken lag. En ik ben dat beginnen knippen. Ik heb dat gewoon in de vuilbak gegooid en ik heb dat afgeknipt. En ja, omdat ik zo lomp was, had ik mezelf gesneden met die schaar. En door dat moment heb ik nog altijd een litteken daar op mijn schaamstreek. Omdat ik dom was en ik knipte en ik had mijn, weet ik veel hoe dat noemt, gewoon de huid boven je penis. Ik had dat mee en ik heb dat nu nog altijd een litteken. Echt fucked up. Maar oké, pas op als je balhaar scheert. En ik zeg het je, de eerste keer zijn niet fijn. Fucking veel pijn en het jeukt en het stekt. En ik weet niet hoe je het nog kan zeggen. De eerste keer zijn niet fijn, oké? Je moet er aan wennen. Ja. Let's go. Volgende vraag is, scheld je in het dagelijkse leven met kanker? Ik heb deze vraag gekozen omdat die wel mooi past binnen wat er nu allemaal gebeurt op YouTube en op social media. Ja, zo denk ik. Het is niet omdat je scheldt met kanker dat je meteen de ziekte uitlacht. Het is niet omdat je zegt van iets, hey, dat is, het is niet als je zegt van, hey, dat is kanker mooi, dat je meteen al aan het lachen bent met kanker. Ik heb het wel al eens gezegd en ik zeg het nog altijd wel, soms is gewoon op school en zo. Maar dan lach ik er niet mee. Dan is het gewoon echt puur omdat ik boos ben of zo. Ik ben zelf ook heel veel mensen verloren eraan. Maar ik vind ook niet dat je super kwaad moet worden als iemand met kanker scheldt. Natuurlijk, als je in elke zin kanker gaat gebruiken, is dat al super erg. Maar het kan er altijd een keer uitflappen. Ik bedoel, soms ben ik zo boos dat er gewoon uitflapt. Sommige mensen zeggen ook AIDS, tyfus en zo. Maar die worden allemaal niet evenwaardig bekeken als kanker. Dus ik ga gewoon eerlijk zijn. Ja, ik scheld wel eens met kanker in het dagelijkse leven. Niet veel, maar ik doe het wel eens. Maar nooit echt op iemand. Nooit van krijg kanker of zo. Dat ga ik nooit zeggen. Volgende vraag. Ooit al eens in de les gedacht, wow, ik wil die leerkracht neuken. Ja, echt al meerdere malen. In mijn schoolvideo had ik ook gezegd van, ik hoop dat jullie allemaal een hele mooie leerkracht hebben, waar jullie ja, heel blij van zijn, dat ze fucking lekker is en zo. Ja, ik heb wel al eens gedacht, echt al vaak eigenlijk, wow, ik wil die leerkracht helemaal doodneuken. Ik weet niet hoe dat komt, maar dat is zo die gedachte van een schooljuf die jou les geeft en dan, yeah, you feel me? Natuurlijk is dat iets dat nooit echt kan gebeuren, denk ik. Het zou wel cool zijn als het zo is. Let's go! Maar ja, ik heb wel al eens gedacht van de leerkracht. Aarzel ik wel eens alle hoekjes van de kamer tonen. Let's go. Volgende vraag is iets heel erg. De volgende vraag is echt vreselijk. Ik weet echt niet waarom ik deze vraag heb uitgekozen. Volgende vraag is, wat vind je van de meisjes kakken? Meisjes kakken niet, alsjeblieft. Meisjes kakken niet. Nee, alsjeblieft, nee, het kan niet. Rusten. Zeg mij alsjeblieft dat meisjes niet kakken. Alsjeblieft. Praat. Meisjes kakken wel. Het kan niet, het kan gewoon niet. De volgende vraag is, heb je ooit al eens gerookt? Ik heb wel al eens van een sigaret getrokken. Gewoon, ja. Gewoon eens van, yeah, pass me that. En ik vond het fucking vies. Het was het vuilste, het fortste, het ergste wat ik ooit heb gehad. Je adem stinkt ervan. Het is fucking vuil. Je kan er kanker van krijgen. Het is fucking vies. Het kost veel geld. Het stinkt voor dood. Ja, het is echt niet aan te raden. Het is echt niet cool. Het is echt fucked up. Ik ga het nooit meer doen. Wow, was echt kut. Ja. Wow, we zijn al bij de laatste vraag. Holy shit, dat gaat snel.
Damn. Hoe zou je jezelf zien als je geen YouTube zou doen? In de Skype calls met de squad praten wij daar heel veel over. Hoe zouden wij zijn als YouTube er niet was? Ik zou sowieso betere punten hebben op school. Sowieso. Ik zou naar veel meer feestjes gaan. Ik zou waarschijnlijk al veel meer drugs gebruikt hebben. Veel meer gedronken hebben. Zo'n dingen zou ik allemaal waarschijnlijk al gedaan hebben. Ik zou meer leven hebben. Veel meer leven. Ik zou waarschijnlijk echt een typische puber zijn. Ja, goed dat YouTuber was, denk ik. Ik kan niet zo goed tegen groepsdruk. Dus ja, dat klikt ook. Ja, snappen jullie wat ik bedoel? Als er dan iets was, deed ik altijd mee. Zo van, yeah, around here. En dankzij YouTube is het eigenlijk allemaal een beetje verminderd. En dankzij YouTube zit ik gewoon veel op mijn kamer. En dat redt mij van veel dingen. Maar door YouTube maak ik ook veel dingen niet mee. Dus als YouTuber niet was, zou ik, ja... Er zou heel veel anders. Oké, alles wat ik jullie nu heb verteld is 100% waarheid. Er zit niks in die ik heb geblufft. Er zit niks in waarvan ik zei, ik ga het gewoon zeggen. Gewoon om het te zeggen. Nee, alles wat ik heb gezegd is pure waarheid. Vond je dit nu een leuke video? Smash dan zeker even een likeje. En als we hier fucking veel duimpjes omhoog op kunnen halen, doe ik hier wel misschien gewoon een paar twee van. En ja... Er zijn 2000 vragen, ik bedoel. Dus ik denk wel dat het awesome was. Ik vond het leuk om te doen. Het was gewoon vet om te maken. En ik vond het heel, heel chill om zo eens iets te doen. Waar jullie dan echt zo van die vragen konden stellen. Van ja, dit, dat, dat. En ik heb er gewoon eerlijk op geantwoord. Dus ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. Ik ben Acid. Ik zou zeggen bedankt voor de 30.000 subs, boys. En ik hoop dat ik jullie zie morgen bij een nieuwe video op mijn kanaal. Om 7 uur. Adios. En tot de volgende keer. Doei.